is het tijd voor je boy. Paf! Je weet toch, je weet toch, je weet toch, je weet toch. De camera staat veel verder weg dan normaal. Ja, kom jij nieuw video vertellen van vandaag een keer een video! Ja! Het is bijna Sinterklaas en dat betekent dat we allemaal vrolijk Sinterklaas gaan vieren. En dat is natuurlijk fantastisch, maar omdat heel veel van jullie niet precies weten hoe je Sinterklaas moet vieren, maak ik deze video om jullie 10 manieren te laten zien hoe je Sinterklaas kan vieren. Let's go! Je kunt natuurlijk vrolijk op de schoot van Sinterklaas gaan zitten, want Sinterklaas is je grote vriend en hij verwelkomt je altijd op zijn schootje. En veel plezier ermee. Dirkje, nu ben jij aan de beurt. Ga maar even... Dirkje! Carolientje, kom jij maar hier. Dirkje! En ook kun je natuurlijk surprises maken. En dat kan in alle soorten en maten en dat is volledig afhankelijk van je eigen originaliteit. Ik heb Laurens getrokken en ik heb een boot gemaakt omdat hij zo'n grote boot heeft. Ik heb een surprise voor Michael gemaakt. Zijn paard, omdat hij zo'n paard heeft. Ik heb mijn eigen loodje getrokken en daarom heb ik deze surprise gemaakt. Want ik heb gewoon een hele grote pik. Daarnaast kun je ook een gedicht schrijven. Een gedicht, dat is helemaal niet zo moeilijk, maar je moet gewoon weten wat waarop rijmt. En als je dat uiteindelijk door hebt, dan is het heel makkelijk. Sint en Piet zaten te denken. Sint en Piet zaten te denken wat zij schenken. Mennekes. Denken, nee. Dirkje! Wat zij. Rijmwoordenboek.nl. We kennen het allemaal, voornamelijk toen wij nog kleine, vrolijke, jonge kindjes waren. En dat zal ongetwijfeld bij jou misschien ook nog zo zijn. Je kan je schoen zetten. Je schoen kun je gewoon lekker bij de deur neerzetten. Proppen gewoon lekker wat spul in. Uiteindelijk is het paardje van Sinterklaas weer helemaal blij en krijg jij cadeautjes. Oké, schoentjes zetten. Mooie tekening. En natuurlijk worteltje. Zo. Pakjesavond. Ik weet niet precies of het een manier is om Sinterklaas te vieren, maar het is een moment om Sinterklaas te vieren. Pakjesavond is gezellig, het is de familie bij elkaar, het is één grote gezellige boel. Oké, jongens, ik moet even weg. Ik ga niet naar buiten of zo, ik moet gewoon even... En let jullie op, want de deurbel kan gaan. Gaat zich vast niet als Sinterklaas verkleden. Nee. Doe nou even open! Sinterklaasliedjes zijn natuurlijk ook een manier om jouw liefde richting Sinterklaas te uiten. En dat doe je door te lekker te zingen. Luidkeels, zing het je! Saint Nicholas Capoon G. Throw something in my schoon G. Throw something in my booty. Saint Nicholas Capoon G. Sinterklaas in je booty. Gooi er wat in mijn schoon G. Gooi er wat in mijn lazi. Dan kan de klas in de klas. En ook pepernoten zijn natuurlijk altijd weer van de partij. En dat is ook mijn zevende manier om Sinterklaas te vieren. Namelijk, vreet gewoon lekker die pepernootjes.
Zoon? Pepernoten? Ja hoor. Peper. Nee, niet nee. Niet weer deze. Noten? Chocoladeletters mogen natuurlijk niet missen. Je weet hoe allemaal hoe het is. Het is eigenlijk gewoon exact de reep chocolade die je normaal gesproken zou eten. Maar je betaalt er nu een euro extra voor, omdat die in de vorm is van een bepaalde letter die jij blijkbaar wil. Nou, leuk. Helemaal lekker. De man die natuurlijk ook elk jaar niet mag ontbreken is naast Sinterklaas natuurlijk ook zijn goede knecht, inderdaad, Zwarte Piet. Rooie Piet. Groene Piet. Hallo. Ik bedoel Oranje Piet natuurlijk. Bruine Piet, oh nee. Fuck Dirk, joh. Fuck it. Fuck. Dan is er natuurlijk nog één persoon, één heel centraal persoon, die we niet mogen vergeten. En dat is inderdaad je boy met de lange baard, je boy met zijn meitertje, je boy met zijn stafje. En nou bedoel ik niet de staf die je denkt dat ik bedoel, Jasper, maar ik bedoel, ik heb het namelijk over de ingerechte. Sinterklaas! Oké, mensen, het is 5 december en het is tijd. Ik zit op de schoot van Sinterklaas! Helemaal niet de echte Sinterklaas. De echte Sinterklaas is het niet. Fijne Sinterklaas, dames en heren. I'm Evie and I've moved. Hi there, I'm the new guy. Try me, not here. Oké, ik heb dit eerder gedaan. Ik heb het eens een keer met Evie gedaan. Dat was een beetje gek. Toen heb ik het... Oh, wacht, even rustig aan. Even Matty. Nog steeds bezig met het refreshen van de nieuwe Cinemax video. We zitten bijna op 100.000 views. Michael is... Nou, zakken, hé, jij!